Leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag ga ik weer op wedstrijd. En ik heb mijn spulletjes al even bij elkaar gepakt hier. En er liggen ook al mijn zadel, alles ligt al in de auto. En dat heb ik gisteravond eventjes snel gepoetst. En Mo staat op de manege. Ik ben vanochtend al even op de manege geweest om alle paarden buiten te zetten en te voeren. Maar Mo staat nog binnen, want het is, doordat het de laatste dagen zoveel geregend heeft, is het zo blubberig geweest dat ik dacht van nou, hij kan wel 1 uurtje langer dan de rest eventjes op stal staan. Dus we gaan nu naar motor. De trailer zit al achter de auto. En ik ga vandaag dus 2 rondjes in het M starten. En ik had al op Instagram geplaatst dat ik dit gewoon doe omdat ik een winstpuntje in de M wil halen. En ik doe het zeker niet voor de winst. Ik ga vandaag ook niet voor de winst rijden. Ik ga gewoon lekker een rondje rijden en hopen dat het goed gaat. Afgelopen donderdag in de springles ging het in ieder geval wel heel erg goed. En dan had ik ook aan het einde nog een rondje op M hoogte gesprongen. Met een paar krappe wendingen erin. En die nam die allemaal perfect en ook heel goed. Ritmisch ging dat. Dus ik hoop dat het vandaag goed gaat, maar we gaan het wel zien. Nou, ik ben mezelf nu eventjes aan het klaarmaken voor de wedstrijd. En mijn moeder en mijn zusje en mijn vader zijn Mo aan het doen. Mo wordt helemaal goed verzorgd. Ik heb hem net eventjes gepoetst en een beetje schoongemaakt. Want hij had 1 heel erg smerig been. En mijn opa is er ook vandaag om te kijken. Die was er bij mijn laatste springles in de B ook. Dus ik vind het wel leuk dat hij nu ook komt kijken in het M. Maar ik heb er dus heel erg veel zin in. En ze hadden heel slecht weer voorspeld. Maar het is gewoon echt warm. Het is gewoon zonnig. Ik vind het zelfs... Ik heb ook echt geen zin om in een jasje te rijden. Het liefst zou ik gewoon met korte mouwen rijden. Maar ja, het jasje moet nou even gewoon vandaag. Maar ja, het is een hele fijne bodem hier. Het is ook niet nat, want ze kunnen het hier helemaal bij... Ik ben trouwens in Kraai, in Nijkerkveen. Maar daar kunnen ze het helemaal droog trekken. Dus een soort van eppervloedbak ook. Dus dat is super fijn. Dus de bak ziet er echt super goed uit. En ja, ik heb er heel erg veel zin in. En ik ga gewoon lekker mijn best doen. En dan gaan we het wel zien. En dan weer die stomme kutlijn. Ja, inderdaad. Maar ik ga ook de sloot schoon. Ja, ik ben altijd helemaal vergeten hoe dom. Ja, ik had ook het eerste, maar als het niet fijn is, tegen. Ik wilde een sloot schoon. Maar ik ben het zien van hier. Help je mee, want ik wil alleen even achter het mee. Dat weer moet je gewoon doen laten, dan is het goed uit. Wat was nou de... We gaan nu kijken hoe het is in de leven.
nobody, but take a listen. Just like everybody else, I've got a story. I don't know how to say it nice. I shine it up and make it glisten. All I know is I believe in it's reassuring. When I was out, when I was down, somebody told me something so simple, but I follow it till this day. Rood van mijn cap en zo. Maar ik ben op zich al tevreden over mijn parcours. Op mijn eerste parcours maakte ik volgens mij op hindernis 3 een fout. En toen kon ik hem niet meer goed herstellen. Dus eigenlijk was dat hele parcours een beetje een zooitje. Als ik het zo een beetje kan noemen. Ik weet het niet precies. Dat ging niet echt lekker, het eerste parcours. Het tweede parcours ging wel goed. Daar had ik wel 2 balken. Ook in het eerste parcours had ik er dan 3 en in het tweede parcours 2. En 1 balk was echt een grote fout voor mij. Want ik liet hem los, dus voor hindernis 6 was dat volgens mij, ik weet het niet zeker. Maar daar liet ik hem los en toen ging hij lopen en dat was gewoon een fout van mij dat hij daar die balk eraf tikte. En een andere, ja, was gewoon jammer, dat was gewoon een stom foutje. Maar ik ben zeker wel heel erg tevreden en ja, er zijn ook wel mensen die gezegd hebben die dat denken dat ik er wel ga komen met hem en dat ik gewoon moet dooroefenen. Dus dat ga ik ook zeker doen. En dit was mijn laatste wedstrijd in het outdoor seizoen. Want zometeen vanaf 1 oktober begint het indoor seizoen weer. Maar het is nu 17 september. Dus op zich zou je zeggen, ja, je kan wel eventjes een of twee wedstrijden rijden in het outdoor seizoen. Maar volgende week heb ik een scoutingdag voor het belofteteam. En die week daarna ga ik een weekendje naar Disneyland toe. Dus ja, dat werkt niet meer. Maar mijn eerste volgende wedstrijd is het Wilde Varken. En dat schijnt een hele leuke wedstrijd te zijn. Ik ben er wel eens bezig kijken. Maar ik heb er nog nooit echt aan meegedaan. Dus daar heb ik wel echt onwijs veel zin in om die te gaan rijden. Met Mo. En vanaf het indoor seizoen ga ik ook weer eventjes in de L rijden. En dit heeft niet te maken met dat ik denk dat het nu zo fout ging dat ik niet meer M wil rijden. Maar dat werkt zeg maar zo. Er komen straks de selecties voor het... voor de kringkampioenschappen en Gelders en NK eventueel, die komen er straks weer aan. En het is de eerste keer dat ik mee ga doen aan een selectiewedstrijd. Dus dat wil ik graag nog eventjes in het L doen, omdat ik me dan net iets, ja, vind ik toch fijner of zo voor de eerste keer. Dus dat ga ik in het L rijden. Maar dan mag je in het indoorseizoen nog geen M gestart hebben, want anders moet je de selecties ook in het M rijden. Dus ik ga zo meteen... even kijken, 1 wedstrijdje of iets meer misschien in het L rijden. Dan komen de selecties en tussendoor nog wat leuke wedstrijden. En daarna ga ik weer naar het M toe. Dus nou ja, en ik heb dit keer dus ook geen winstpunten, maar ook geen verliespunten. Dus ik ben in ieder geval blij dat ik geen verliespunten heb. En jammer dat ik geen winstpunten heb. Maar goed, ik vind de overstap van B naar L was voor mij best wel... ja, makkelijk op zich. De eerste parcours in de L niet, maar de L ben ik echt zo ontzettend hard doorgevlogen. En tegen mij werd heel vaak gezegd dat de overstap van B naar L heel lastig was. Maar ik vind die van L naar M lastiger. Want ik vind, ja, de hindernissen zijn gewoon best pittig. En Mo kan er prima overheen. Dat tikt hij er soms een balk af. Maar dat hij een balk afsteekt is niet dat hij de hoogte niet aan kan. Maar meer dat hij... ja, er of niet goed voorkomt of een fout van mij dat ik hem toch nog eventjes voor de hindernis even anders zet. Ik weet niet precies. Het zijn gewoon kleine foutjes en die kunnen we er gewoon uitrijden. Dus ja, ik ben in ieder geval wel super tevreden met Magita. Hij heeft het heel erg braaf gedaan. En als jij nou ook van dat Magita het super goed gedaan hebt, doe dan even een duimpje omhoog. En wil jij nou mijn vorige wedstrijd zien waar ik een rondje L en een rondje M start? Check dan even deze video. Of wil jij nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!